verzamelaars, collectors, liefhebbers, geeks, freaks, levensgenieters en alles ertussenin. Welkom bij een nieuwe aflevering van Retro Frank, de Collectors Baars. Nou, vandaag uiteraard weer een leuke review die ik voor jullie in petto heb. We gaan terug naar de Generation 1 Transformers. We gaan een aantal cassettecons, mini cassettes, gaan wij reviewen. Een tijdje geleden had ik me bedacht dat ik de cassettes toch stiekem wel heel gaaf vond. Toen ben ik gewoon eens gaan kijken van, joh, kom je daar een beetje aan? Waar kom je zo wel eens tegen? Wat zijn de prijzen daarvan? En uiteraard ga je zoeken op eBay. En vind je in China van alles en nog wat voor deze cassettes. Voor prijzen dat je denkt van, klopt dat nu wel? Nou, dan kom je dus in een soort van rabbit hole terecht. Waarin je eigenlijk aan de ene kant leest van, hey, dit zijn reissues. Want in China hebben ze de rechten om deze mallen te gebruiken. En wat ze in China op het vasteland uitgeven, mag daar gewoon uitgegeven worden. Alleen mag niet geëxporteerd worden. Aan de andere kant zie je, ja, weet je, dit zijn gewoon cheap ass knock-offs. Er valt voor beide wat te zeggen. Maar goed, ik wou een aantal wat obscuurdere cassettes hebben. En die vond ik op eBay voor, op eBay en op Ali overigens, voor eigenlijk stiekem heel erg nette prijzen. Ik heb het over Slugfest, Overkill, Squawk Talk en Beastbox. Een setje van 4 Decepticon cassettes die je niet zo heel vaak tegenkomt hier in Europa. Ik weet overigens ook niet of ze ooit in Europa uitgegeven zijn. Volgens mij wel. Ik zie ze in ieder geval niet zo vaak. Je ziet ze wel in commemorative reissues en originals kom je ze ook wel eens tegen uiteraard. Ik heb ze in ieder geval vroeger nooit in de winkels gezien, dus ik weet niet of zij hier ooit uitgegeven zijn. Doet er wel niet toe. Ik ben een gok aangegaan en ik heb via China dus een setje van deze cassettecons besteld. Met het idee van, ik ga gewoon eens even kijken wat het is. Het zijn ook Transformers die niet zoveel screentime hebben gehad. Zowel niet in de cartoon als in de comics. Je bent in de cartoon volgens mij alleen bij Call of the Primitives bij je 2 van de 4 ooit tegengekomen. Overkill en Slugfest, volgens mij heel kort maar even. En Squawk Talk en Beastbox. I don't know, ik kende ze tot voor een aantal jaren geleden niet eens, om eerlijk te zijn. Ook nooit verdiept in Japanse Transformers, om eerlijk te zijn. Dus is later pas gekomen. En deze zijn volgens mij bij Master Force zijn ze in ieder geval groots uitgegeven destijds. Dus na Headmaster zelfs nog. Dus wat dat betreft kan ik me goed voorstellen dat ze hier in Europa nooit een release hebben gehad. Misschien ook wel, I don't know. Hoe dan ook. Ik ben het gokje eens aangegaan om via deze kant wat te pakken te krijgen. En naast dat ik ga reviewen hoe deze Transformers zijn, ga ik ook veel de kwaliteit vertellen. Want misschien dat China toch wel een makkelijke, mooie methode is om af en toe wat lastiger te verkrijgen, Transformers te pakken te krijgen. Ik ben helemaal niet vies van reissues. Ook commemoratives ben ik niet vies van, heb ik niet zoveel moeite mee. Knock-offs, liever niet. Maar goed, dit vind ik zo'n dubieus iets dat ik dacht van, ik ga die gok gewoon eens even aan. En helemaal voor deze prijs zijn volgens mij minder dan 20 euro per stuk geweest. En dat vind ik toch wel erg netjes voor cassettes die je gewoon lang niet overal te pakken kan krijgen. Helemaal niet voor deze prijs. Dus we gaan in ieder geval eventjes over de Transformers hebben. En we gaan de transformatie zien. Een stukje mening over de kwaliteit. Misschien net even iets andere insteek die jullie van mij gewend zijn. Ik hoop jullie het ook leuk vinden. Laat het in de comments weten uiteraard. En stay tuned. Nou, there you have it. Zoals al in de intro aangegeven, dit is een knock-off, reissue, hoe je het maar noemen wil. Op zich interessant verhaal. Ga ik nu niet op in. Doet er ook verder niet toe. Ik had zoiets van, ik ga de gok gewoon eens even aan. En ik heb dus deze tezamen met, deze gekocht. Gewoon gave cassettecons die je niet zo vaak ziet en helemaal niet in nieuw staat. Zoals je ziet, de verpakking is gewoon Generation 1. Dat is niks mis mee. We gaan ze ook uit de verpakking halen, kijken hoe de kwaliteit is. Dit is gewoon precies wat je van G1 mag verwachten. De informatie staat erop over de cons. Je ziet inderdaad hoe de transformatie is. Laten we het even zo doen. Kijk.
transformaties zie je erbij van de cons. Hier zie je de transformatie van de twee. Ja, op zich, knock-off, reissue. Om eerlijk te zijn, maakt het mij niet zoveel uit. Ik had zoiets, ik ga het gokje gewoon eens een keertje aan. Kijken hoe de kwaliteit is. En nou, daar kom ik zo op terug. Ik ga ze nu even uit de verpakking halen. En gaan we eens even kijken hoe deze vier Decepticons, deze vier Cassetticons, ja, zich verhouden tot de originals. En de eerste van de cassettes. Slugfest. Een Stegosaurus. Ja. Qua cassettes ziet het er gewoon netjes uit. Er zitten wat stickers op. Helaas niet alle stickers die ze moeten hebben. Het Decepticon Rap Symbol zit er niet bij, zoals je kan zien. Maar desondanks, hij voelt niet goedkoop aan. Dit voelt nog redelijk solide aan. Dat vind ik, ja, had ik niet verwacht eigenlijk. We gaan eens kijken wat hij doet als je hem transformeert. Ik ben stiekem erg benieuwd. Dus, let's go! Ja, dit voelt best netjes om eerlijk te zijn hoor. Ik had veel mindere kwaliteit verwacht. Het is toch ja, een Chinese variant, laten we eerlijk zijn. En of het nu een knock-off is of een reissue, ik laat het even buiten zijn achterwege. Hoppa. Het voelt netjes dit. Nee, je kan niet exact zien wat ik aan het doen ben. Het staartje. Koppie. En dit is kennelijk de manier om zijn punten eruit te krijgen. Een beetje met het kopje er tegenaan bewegen. Dan krijg je dus de punten van Slugfest. En om af te maken, nou, zijn wapens erbij. Oh. Niet mee gaan gooien natuurlijk. Dan moet ik ook wel even alles binnen beeld houden. Dan heb je er nog niks aan. Dan ben ik bezig met de review. Zie nog niet waar ik mee bezig ben. Ja, ook handig. Volgens mij doe ik ze gewoon kats verkeerd om, joh. Hop. Nou, we gaan eens even kijken hoe het zo uitziet. Nee. Volgens mij niet. Nee, kats toch wel goed. Hop. En hop. Nou, het voelt solide om eerlijk te zijn. Best netjes. Mooie chrom. Slugfest dus. Nou, het was een 2-pack, zoals je net al zag. Maar we hebben natuurlijk ook, jawel, Overkill. Een van de meest gave Transformer-namen aller tijden wat mij betreft. Ja, hetzelfde is hiervoor waar. Hij voelt gewoon heel netjes, heel solide. Dus we gaan ook deze eventjes transformeren. Kijken of deze net zo makkelijk gaat als Slugfest. Nou, tot nu toe wel. Deze heeft alleen een ander dingetje. Nou, moet ik het wel even goed laten zien natuurlijk. Hop. Met deze moet je namelijk iets uit elkaar trekken. Om het straks te kunnen laten balanceren. Nou, het is echt heel minimaal wat hij kan. Of hij echt meer moet, I don't know. Ik ga het er ook niet op wagen, eerlijk te zijn. Nou, de rest van de transformatie wijst zich voor zich. Overkill is dus een soort van, ja, horned T-Rex, laat het maar zo noemen. Allosaurus, als ik het goed had, was hij. En ook hij heeft een setje mooie vergromde wapens. Die je erop kan drukken. En dan heb je dus, ja, de tweede cassette. Van de 2-pack. Ja, en dan komen we bij de pack aan die wat onbekender is. Squawk Talk Beast Box. Ja, hier ging ik stiekem erg voor. Dit vond ik gewoon heel gaaf. Squawk Talk is dus nou ja, een soort van, I don't know, een condor of zo. Zie het als laserbeak en buzzsaw plus of zoiets. Zoals je hem heeft wel kunnen zien. Kopie inderdaad, hetzelfde. De vleugels. Hetzelfde concept met hoe die kan staan, laat ik zo zeggen. Het is vrij eenvoudig hoe deze dus ook transformeert. Ik vind hem stiekem toch wel gaaf, middelijk zijn hoor. Ik vind het leuk om te transformeren weer.
Ook hij heeft zijn wapens. Hop. Hop. En dat heb je dus. Squawk Talk. En last but not least. Beast Box. Een gorilla. Ja, hoe bedenk je het? Ja, deze vind ik ook wel heel gaaf. Zo is het concept van een... daar komen we zo meteen wel op. Hoppa. Nee, dit vind ik toch wel jammer. Ik zal even de focus erbij pakken. We hebben dus geen stickers erbij. En je ziet dus dat hij heeft dus niks op zijn ogen. Dat vind ik jammer. Maakt hem dus net niet af. Maar ja. We kunnen niet alles hebben. Het waren Chinese knock-off prijzen, laat ik het zo zeggen. Maar. Beast Box dus. Een Beast Box heeft ook een arsenaal aan wapens. En daar heb je dus. Oh. De vier cassettes. Ja, ik vind ze leuk. Ik vind ze leuk. Maar dat is dus niet alles. Want Squawk Talk en Beast Box hebben als mogelijkheid dat ze kunnen combinen. En laat ik nu net dol zijn op combiners. Daarom heb ik hem niet aangeschaft, daar ben ik heel eerlijk in. Maar maakt het mij wel weer extra interessant. Want als je dus deze in een iets andere vorm weet te gieten. Hop, hop, hop. Alle wapens eraf. Kopie verstoppen. Als het goed heb, moest dit naar beneden. Ja. Kijk. En dan kun je Beast Box op Squawk Talk klikken. En dan heb je dus Squawk Box. Waarbij zelfs de wapens nog gecombineerd kunnen worden. Als ik het goed heb. Even kijken, hoe doen we dat? Zo. En zo. Volgens mij moet ik heel even kijken. Oké, is het wapens dan kwijt? Ja, slim bedacht. Ha. Maakt niet uit. Dat is het concept. Je kan dus de wapens op zijn armen klikken. Wat je al vaker bij Transformers hebt. Van dit formaat. En je hebt dus gewoon een cassette combiner. Niet de eerste, ook niet de laatste. Ja, stiekem vind ik dit gaaf. Stiekem vind ik dit gaaf. Nou. Long story short. Ik heb dus vier Transformers hier. Vier cassettes. Ik vind ze alle vier super gaaf. En ik heb, om eerlijk te zijn, best wel een zwak gekregen voor de cassettes de afgelopen maanden. Ik heb er al wat meer te pakken gekregen en ik vind ze gewoon super gaaf, om eerlijk te zijn. Super simpel, conceptueel, gewoon tof. En toen ik dit voorbij zag komen op zowel AliExpress als op eBay, deze gooi er maar mee. Ha. En we zijn er weer, focus. Ja, toen ik deze voorbij zag komen op zowel AliExpress als op eBay voor toch wel hele acceptabele prijzen, dacht ik van weet je, ik ga het gokje gewoon eens aan. Dus ik heb een setje van 4 besteld voor gewoon een heel net bedrag. Check het maar eens een keertje op eBay en op Ali wat dit setje doet. En ja, ik mis de stickers. Daar ben ik heel eerlijk in. Dat mis ik echt. Maar kwalitatief is het netjes. En ben ik stiekem best tevreden. Prijskwaliteit is dit gewoon best wel goed te doen. Zo kom je dan wat obscuurdere Transformers voor hele nette prijzen, dacht ik zo. Dus ik hoop dat jullie dit ook leuk gevonden hebben. Een keer iets anders dan reissues. Misschien wel een reissue. Dus met hoe je het wil zien.
En ja, misschien een nieuwe voorliefde voor mij, de cassettes. Nou, in ieder geval, ik wil jullie weer bedanken voor het wachten. Thanks for watching. En tot de volgende. Thanks for watching. Till next time.